leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zit midden in een niesaanval, dus dat is niet handig om te beginnen. Maar oké, ik denk dat ik kan praten. Het is vandaag maandag en het is avond en ik ga zo meteen mijn bed in. Vandaag had ik best wel een oké dagje, best wel een lange dag. Terwijl ik eigenlijk maar 1 les had vandaag. Oh nee, 2. Maar uiteindelijk nog veel moeten studeren en zo. Dus uiteindelijk wel tot 5 uur op school geweest. Dus is wel mijn meest vroege dag van de week. En daarna kwam Neeltje bij me eten en dat was ook heel gezellig. Waardoor wel wat dingen niet kunnen doen, maar dat is niet erg, want het was super gezellig. Ik heb nu wel het probleem dat ik mijn vlog niet op tijd online ga krijgen. Eigenlijk had ik gepland om dat vandaag te editen, maar daar kwam iets tussen, dus helaas. Morgen ga ik naar de bios, dus dat kan ook niet, maar ja, weet je, dan maar weer wat later. Tegenwoordig komt hij toch niet meer standaard om woensdag online. Dus het is niet anders. Morgen begin ik om 9 uur, lekker vroeg. En dan weer een hele dag tot, even denken, tot 7:15 geloof ik. We'll survive. Ik ga nu naar bed, want ik ben echt mega moe. Echt niet normaal. Zo, nou, ik heb mijn make-up even gedaan. Vandaag vielen er heel veel lessen uit. Dus ik begin officieel pas om 11:30 en het is nu 11:50. Ik heb om 1 uur een lokaal gereserveerd op school. Dus dan ga ik sowieso heel even 3 kwartier studeren. Ik ben even helemaal mijn to-do-list kwijt. Want ik moet eigenlijk best wel veel doen voor mijn gevoel. Maar ik ben nu zomaar op zo'n punt dat ik even niet meer weet wat ik nou allemaal moet doen. Dus misschien moet ik het allemaal even op een rijtje zetten. Ik heb dus vandaag verder les tot 7:15. En ja, dat is een beetje mijn dag. Misschien dat ik vanavond ook nog even ga studeren op school. Want dat vind ik gewoon fijn. Maar dat zien we dan wel weer, want waarschijnlijk heb ik heel veel honger. Maar ik wil even heel veel doorzingen. Dus ik moet eventjes daar even goed de aandacht aan besteden. En ik heb vandaag best wel mooi mijn make-up gedaan. En eyeliner. Eyeliner was echt weer een draak om erop te zetten. Maar het is een soort van gelukt. Dus echt fantastisch hoe ik me elke dag weer voorneem om met mijn telefoon af en toe even wat te vloggen op school. En hoe ik het elke dag weer opnieuw voor elkaar krijg om niks te hebben gevlogd. Vanavond denk ik ook, ja, wat had ik moeten vloggen dan? Want ik had gewoon les. Maar, oh. Morgen ga ik de stories overnemen, de Instagram story van Daily Musical. Daar heb ik zin in. Dat vind ik heel leuk. Dan kan ik eindelijk een keertje wat van school laten zien. En ja, dat vind ik echt heel leuk. Dus mocht je dat elkaar nog niet volgen, doe dat dan zeker even. Ik zet het nu even in beeld. Daar komen wat vaker ook Instagram takeovers op. Van ook mensen van onze school, van andere opleidingen. Ook van mensen in het werkveld. Mensen die in Duitsland werken. Mensen die in Nederland in musicals spelen. Echt een heel leuk account. Als je van musicals houdt, sowieso. Ze zetten er ook heel veel filmpjes op van musicals. Dus als je dat leuk vindt om voorbij te zien komen op je Instagram, zou ik zeker dat account even volgen. En als dit online staat, hebben jullie mijn Instagram story al gemist. Maar ik vind het alsnog wel de moeite waard om even een shout-out te geven naar dat Instagram account. Want ik vind het echt heel erg leuk. Dus Ik ben vanavond weer naar de bios geweest. En ik ben naar April, May en June geweest. Die nieuwe Nederlandse film. En oh, het was zo mooi. Gejankt voor mijn leven. Echt. Normaal gesproken huil ik niet zo heel vaak om films. Maar de laatste tijd. Ik heb bij 1917 ook al zitten janken. En nu weer. Ook al moet ik wel zeggen, dit was ook gewoon wel echt heel erg zielig. En mooi tegelijkertijd. Ja, het was echt heel mooi. Ik ben echt heel blij dat ik het heb gezien. Dus echt een aanrader. Het is echt zo'n heerlijke, gewoon typisch Hollands film. En ik hou daar gewoon heel erg van. Een beetje, ja, het is automatisch wel een beetje met Linda de Mol. Maar ik wil zeggen, een beetje Gooise vrouwengehalte. Maar gewoon zo'n soort film. En het was gewoon echt heerlijk. Dus ja, echt heel top. En nu ga ik naar bed. Nee, ik moet eigenlijk nog mijn tas inpakken. Dat ga ik ook nog even doen. Want ik ga morgen weer naar huis. Dus ja. Hallo, het is zaterdag. Ik ben bij mama thuis. Even zwaaien, mam. Hoi. En ik heb de hele dag niks gedaan. Ik heb achter mijn laptop gezeten, schoolwerk gedaan en tv gekeken. Zometeen ga ik even naar papa. Nou, niet naar papa, want die is er niet. Maar naar Tess en de rest van de fam. En dan ga ik daar eten.
heb gewoon een staart. Niet doen. Auw. Oh, broertjes. Nee. Nee. Het doet echt zeer. Niet doen. En dat is een 21-jarige zus die niks kan. Heb je trek als iemand tegen het broertje? Niet mijn haar op de keukenmeisje. Dat kan ik ook gaan doen. Daar ben ik heel goed in. Wat wil je nou? Jou verslaan. Auw, je hebt me al verslagen. Volgens mij sta ik al vast. Maar hoe gaat ze dan? Gaat ze vanaf daar? Via die steen. Maar die niet? Zoeken. Sorry dat ik zoveel met mijn telefoon vlog dit weekend, maar soms is dat gewoon even makkelijker. En aangezien deze kwaliteit zo super goed is, maakt dat niet zoveel uit. Ik ben weer terug in Tilburg en ik heb net even boodschappen gedaan. Ik ga vanavond lekker een courgette lasagne maken. Dus daar zitten geen lasagnebladen in, maar de lasagnebladen zijn vervangen door courgette. Echt super lekker. Heb ik een tijdje geleden ook bij mama thuis gegeten, dus die ga ik maken. En daar hou ik ook lekker veel van over, dus dan kan ik dat deze week waarschijnlijk nog 2 keer eten. Ja, ik heb eindelijk mijn dekbed van OptiDee en die ga ik er zo meteen even opleggen. En ik kan gewoon echt niet wachten tot ik vanavond in mijn bed kan liggen. Ja, dat klinkt echt heel mongolisch, maar ik heb er echt zin in. Dus ja, dat staat een beetje op de planning nu. Zo, nou, ik zit lekker even aan mijn tafel wat YouTube-werk te doen, lekker editen en zo. Vandaag is mijn hoe het de afgelopen tijd met mij ging video online gekomen. En er komen ongeveer elk uur weer nieuwe berichtjes binnen erover. En het doet me zo goed om jullie reacties te lezen. Het heeft me ook wel gewoon weer even aan het denken gezet. En ik ben er vandaag dus ook wel weer een beetje mee bezig geweest. Met wat ik in die video vertel. Als je die niet hebt gezien, ga die zeker even kijken. Want dat is voor mij best wel een speciale video. Want ik denk dat ik nog nooit zo open ben geweest op YouTube. Ik ben best open op YouTube. Maar dit was echt heel persoonlijk. Zelfs zo persoonlijk dat niet eens iedereen in mijn omgeving ervan af wist. Ja, ik vond het heel erg spannend om deze video te delen. Maar ik heb het gedaan en ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Het voelt heel goed en ik ben gewoon heel blij om jullie reacties te lezen. En allemaal super lief en mensen die hetzelfde doormaken. En dat geeft mij ook heel veel voldoening en rust en ja, I don't know. Ja, ik heb nu gewoon even een rustig avondje met mezelf. Ik zou ook eigenlijk wat gaan eten met vrienden, maar ik had gewoon even heel erg behoefte aan gewoon even alleen zijn en even mijn eigen ding doen. Dus ja, dat is heel fijn.